Oosterse nacht en een Oosterse dag zijn zoals je bent, verschrikkelijkheid, dat is een heel hard gelach. Een Oosterse nacht. Goed, we staan hier in de schuur van de gemeente, want Esteland is een gemeenteschuur, bij carnavalsvereniging Goei. Toei. Ja, mag wel een applausje. Ik kom even deze kant staan, Bart. Blij met deze schuur? Ja, zeker. Zat rond, alleen een beetje koud, hè? Erg koud, denk ik. Erg koud, ja. Het vriest hier binnen niet wel. En het is de afgelopen dagen flink koud geweest. Ja, behoorlijk. Hey, Aladdin, hoe kom erop? Met een vergadering. Ja, zei ik zomaar. Het is niet echt een speciale reden. Zomaar. Waarom we dachten van Aladdin sprookjes, dat slaat wel aan. We wilden wel een keer iets nieuws, iets namaken, dat dat ons lukte. Ja, en zo kijken lukt dat denk ik wel een beetje. Dat denk ik ook zeker. Wat is het meest bijzondere aan jullie wagen? Jafar vind ik zelf, die is echt goed gelukt. Ik vind echt dat het meest bijzondere is van onze wagen. Wie heeft die gevermd? Ja, jongen, boe. Bartje heeft hem gevermd. Bartje alles gevermd? Ja, die heeft alles gevermd, ja. Zijn jullie wel een beetje blij met Bartje dan? Ja, op zich. Op zich? Ja. Heel de wagen hier en alleen hier, ben je een keer geweest, was je ook alleen bezig? Ah, doet hij goed dan. Ja, het is nodig. Maar Bart, dit jaar, vorig jaar waren achtste. Ja, klopt. Wel mooi. Was het al mooi? Ja, zeker. Top 10, hè? Ja. Dit jaar zit er weer in. Dat is wel de bedoeling, ja. Hoop op een verbetering van vorig jaar dus. Wie weet. Zal zeker wel komen, denk ik. Nog een week wachten en dan weet het, hè. Goed. Een Oosterse nacht en een Oosterse dag zijn zoals je bent, verschrikkelijkheid, dat is een heel hard gelach. Een Oosterse nacht met een Oosterse man, mijn trouwe kameel is het nu echt te veel om verder te gaan.